Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb net Jordi afgegooid op school. Hij was helemaal blij dat hij weer naar school ging. Ik vind dat zo grappig en schattig om te zien. Toch heb ik er altijd een mee. Dat is en blijft. Binnenkort gaat ook Liam weer naar Dreumes. Of weer. Liam gaat binnenkort naar Dreumes arrangement. Dan gaat hij 2 ochtenden in de week. Op dit moment, zoals ik het nu weet, is het op woensdag en op vrijdag. Ochtend een paar uurtjes. En dan zijn wij alleen. Alleen op vrijdag. En op vrijdag is Jordi er ook bij. Dus dan heb ik wat meer tijd voor Sam onder andere. Maar voor nu... Ik hoor het je zeggen, Liam. Heb je er zin in? Maar voor nu, eerst maar eens even weer naar huis rijden. En ik denk even een boterhammetje eten met Liam. Ja. Ik had trouwens wel vanochtend synchroon poepen bij mij in huis, zeg. Jezus. Liam had gepoept. Daarna hoorde ik Sam dat doen. Nou, omdat hij wat vaster eten krijgt, is zijn poep iets harder. En ja, die hebben ze dan even geholpen. En Jordi had daarna ook nog gepoept, dus die had ik ook nog even gedaan. Dus ik had echt synchroon. Nou, het was echt allemaal tegelijkertijd. En ik had ze ook allemaal al aangekleed. Dus ik stond eigenlijk klaar om het punt op te gaan. Dus ja, binnen 5 minuten had ik 3 luiers helemaal geschoond. Ik vind dat wel een record voor mezelf. Het is tijd voor fruitje en dan had ik meloen gesneden. Maar ja, ik heb gewoon te veel meloen. Dus wat ga ik nou doen? Ik ga dit eventjes allemaal malen. En dan ga ik het in ijsblokvormpjes in de vriezer doen. Zodat ik altijd fruit heb. Liam, dit is niet de bedoeling. Dus dat ga ik even doen. Kijk, ijsblokvormpjes. En dan ziet het er zo uit. Ik ga hem heel even gauw in de vriezer zetten. Voor de mensen die zich nu afvragen van ja, maar Mandy, wat kun je er dan mee doen als je ze in de vriezer hebt? Nou, ik doe ze gewoon in vriezen. En je kan ze dan in het water doen als oranje. Je kan bijvoorbeeld, zoals nu, ik ben voor Sam nu ook fruitje aan het maken. Je kan ze daarvoor gebruiken. Je kan ze gebruiken om als ijsje te geven. Je kan ze namelijk ook, je kan ook een stokje in stoppen en dan kun je het als ijsje geven. Niet dat ik dat heb gedaan. Je kan ze ook door de yoghurt heen doen. Je hebt eigenlijk allerlei mogelijkheden om te gebruiken. Maar ik gebruik ze waarschijnlijk voornamelijk voor Sam en voor Jordi. En ja, dadelijk is Jordi natuurlijk ook weer geopereerd. Dus dan heb je ook zulke dingen nodig. Dus ik ben ook al een beetje aan het voorpreppen daarin. Zodat ik dat allemaal in huis heb. Nou, de fruitjes zitten er al even in. Ik ben hem nou even een flesje aan het geven, zodat hij dadelijk lekker kan gaan slapen. Hij krijgt zo dadelijk brood. En dan gaat hij ook slapen. Maar hij heeft de tut en de knuffel gegapt van Sam. En hij wil ze niet uitdoen. Maar ja, ik kan nu even niks. Fijn, Liam. Ik zit te wachten totdat hij bij mij in de buurt komt, zodat ik het kan pakken. Maar ik denk dat hij snapt dat ik dat dan... Ja. Goed zo. Kom, vent. Goed zo. Nee, je gaat niet achter daaraan. Kom. Kom.
Grote vent. Ja, kom maar. Goed zo. Goed zo. En na zo'n flinke wandeling heeft hij natuurlijk verdiend om zijn Ranjaatje en Boombaatje te kijken. Nee, dat is gewoon de realiteit hier. Hij is even aan het onthaasten. Meestal als hij geslapen heeft, dan is het Ranja en Boomba. En dan vanzelf gaat hij weer spelen. Vaak blijft hij wel de televisie aanstaan. Maar dan wordt er nog maar sporadisch naar gekeken. Serieus, Liam? Wil jij nog steeds baby zijn? Ja, kakakoe. Waarom? Waar is dat nou weer goed voor? Sam die ligt lekker daar te spelen. En hier zit er eentje mijn mat te verruineren. Kom jongen. En die giraf staat weer aan. Kom. Eruit. Nee. Afblijven. Afblijven. Kom. Doe maar lekker glijden. Ga maar glijden. Jordi maakte net een buts tegen de muur aan. En hij moet er nog van lachen ook. Deed het pijn, jongen? Had jij gebutst? Nou, had jij gebutst? Ja, had je gewoon gebutst? Ja, ik hoor het. Is het weer zaagsel? Is het weer goed, hè? Dat zei ik gisteren ook tegen je broertje, dat ze zaagsel weer goed zat. Echt, ik zweer het je, dit kind. Waarom doe je dat nou weer? Wat heeft er nou voor nut om daarin te zitten? Kom er eens uit. Liam, kom daar eens uit. Ja, mama had de draagzak daarin gelegd. Kom, eruit. Handje? Nee, jouw handje. Nee, je hoeft hier niet in te gaan liggen. Sammy heeft net al gegeten. En papa is frietjes aan het halen voor ons. Oh, 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 wat zijn ze toch lekker aan het eten. Oh, 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 wat zijn ze toch lekker aan het eten. Wat wil je laten zien? Is er weer iets niet goed? Dank. Lekker happen, happen, happen. Papa en mama zijn nog klaar, maar we doen even wachten op de kindjes. Sam is klaar. Sam is al klaar, ja. Sam heeft ook een paar stukjes gehad, hè. Ja, Sam ook lekker een beetje hapt, hè. Kindjes slapen, al eventjes. En wat heeft Ikke gedaan? Nagels. Tada! Ze zijn zwart. En ik heb voetbal gekeken en Jinek. Ik heb met mijn koptelefoon opgezeten en zelf serie zitten kijken. Want het is ook zo gezellig met hem. Maar nu gaan we lekker ons nest in en slapen. Want morgenochtend heb ik alweer visio met Jordi. Ja, binnenkort komt zijn eigen fysiotherapeut weer terug. November pas. Oh, dat is niet echt binnenkort. Nee, hè? Duurt nog even. Maar ja, morgen hebben we dus fysio. Dus ja, we gaan lekker slapen. In de volgende swipe is het donderdag. Een hele goede morgen.
Ik heb fysio afgezegd, want Jordi is zo snot verkouden aan het worden. Die werd helemaal over de zeik wakker, dus ik heb het gewoon afgezegd. Ik dacht bij mijn eigen, ja, dat gaat zo niet. En ja, dat is gewoon zoals het is. Dus we gaan kijken hoe het allemaal loopt. Jordi, hoe voel je je eigen nou? Hij heeft een paracetamolletje gehad. Ik heb Luf gesmeerd. Hij is niet lekker. En daarom moeten ook zijn amandelen verwijderd worden. Want bij het minste geringste extra snot heeft hij al moeite met ademen. Dus ik heb ook weer silometazoline gebruikt. Want het is gewoon geen noem zo. Ik heb mezelf maar even gefatsoeneerd voor zover er wat te maken van valt. En de kindjes laat ik gewoon lekker in hun pyjamaatje ronddenderen. Ik ga toch nergens heen. Wat kom jij doen? Oh. Nee. Ja, Jordi is een beetje boos. Ook op jou, op je moeder, op jou, op ons. Hij vindt niks leuk nu. Ik hoop dat zo het nieuws zo een keer komt. Dat zal wel. Want dan kan hij nog heel eventjes nieuws kijken. Hij is zo chagrijnig. Wat heeft mama gedaan aan de vingers? Je zit al de hele tijd op mama de nagels. Wat heeft mama daarmee gedaan? Hij zit al de hele tijd aan mijn nagels te pilken. Hallo. Ik weet niet, maar dit huishouden klimmen we niet op tafel. Nee. In je hoofd doen we dit misschien in dit huishouden wel. Maar in het echt doen we dat echt niet hoor. Nee. Ik heb Liam heel eventjes achter de tablet gezet. Hij moet daar ook fruitje hoor, maar ik heb hem daar even achter gezet. Omdat hij continu Jordi aan het vervelen was. Het was gewoon echt niet grappig meer. En Jordi, die heb ik lekker een eigen nestje gemaakt. En ik kreeg een eigen nestje, hè? Brilletje af. Daar wou zijn bril niet meer op. En heeft hij lekker even een eigen nestje. Dus ja, dat zou ik voor Liam ook doen hoor. Dat zou ik voor Sam doen, dat zou ik voor al mijn kinderen doen. Dus ik laat ze gewoon lekker eventjes. Jordi is ook hartstikke moe. Is hij altijd, als hij verkouden is dan, of ziek is of in ieder geval iets onder de leden heeft, is hij altijd moe. Dus ik hoop dat hij dadelijk even in slaap valt. Dat hij lekker eventjes wat energie opdoet. En dan ja, dat hij in ieder geval even zijn eigen dingetje heeft. Nou, we gaan het gewoon even zien. Ik kijk het gewoon eventjes per half uur even hoe dat het is. Dat doe ik altijd. Omdat omdat het gewoon het feit is dat per half uur de situatie bij Jordi altijd kan verschillen. Dus ja, maar voor nu is hij heel even in zijn eigen wereldje. Met speelgoed van Sam, dat is waar. Maar mij boeit dat niet. Kom maar liggen. Heb je die? Nee? Oké. Okay. Oh, je wil mama. Oké. Okay. Wat is er? Nu zie je. Ik niet.
het wel. Mama gaat kijken of ze de batterijtjes kan vervangen even. Gaat hem maken? Mama gaat hem maken. Mama gaat hem reanimeren voor je. Ja. Mama gaat hem reanimeren. Ja, je krijgt hem zo, schatje. Mama gaat hem maken voor jou. Ik weet het. Mama gaat hem maken voor jou. Eventjes reanimeren. Kijk eens, nou doet het weer goed. Dit is echt zijn go-to speeltje. Hier wordt hij rustig van. Hij drukt ook, zoals je ziet, drukt hij ook gewoon zelf op de knopjes. Hij weet precies hoe het ding werkt. Ik moet ook, als dadelijk kinderbijslag er weer is, dan moet ik ook 2 nieuwe bestellen, zodat ik altijd eentje op voorraad heb. Want dit ding... is zijn... ja... Helemaal weer gelukkig. Hij doet het weer, hè? Ja. Ik ben klaar om een ontdekking te gaan. Ik ben er voor jou. Een hele fruitsalade voor Liam. Dit vindt hij niet lekker, dit vindt hij niet lekker. Mango vindt hij niet lekker, maar banaan nu wel. Maar ik vind dat hij alles moet proeven, dus ik blijf het hem aanbieden. Soms, misschien proeft hij het op een gegeven moment wel. Vindt hij het wel lekker? Je weet nooit. Ik blijf het hem gewoon aanbieden, maar voor nu gaat hij eten. Doe maar proeven. Hier. Ik vind het gewoon niet lekker, maar ik vind wel dat hij moet proeven. Dus nu gaat hij lekker peuzelen. En Jordi heb ik mango, kiwi, appel en ook voor Sam. Alleen voor Sam doe ik er daar nog een stukje banaan bij. Wow. Zeg, kan dat ding helemaal in je mond? Koek, koek. Ja. Ja, dat doe ik nog wel even voordat je een grote bal in je mond krijgt. Ja. Jordi zit daar. En Liam die is daar de boel op stelt aan het zetten. Ja, ik ben zo'n moeder. Ik ben zo'n moeder die de korstjes van de tosti afsnijdt. Omdat dat stiekem het lekkerste is. Ik heb smeerkaas op de tosti gedaan. En daarna kaas eroverheen. Oeh. Mm. En jij hebt ketchup er ook bij. En de ketchup zit
overal. Hij smeert tegenwoordig alles in zijn haren. Ja. Ik heb hier nog meer liggen hoor. En als de kindjes nog niet genoeg hebben, dan krijgen ze van mama gewoon bij. Hè? Moet mama gewoon die tops die maken voor jou. Oh ja, tuurlijk. Zagen jullie dat? Jordi, het is niet normaal. Als jij wil, ik heb hier nog liggen, vriend. Ja, kappen. Ik heb een trilpudding buik en Sam vindt dat blijkbaar ook leuk. Ons Jammeke en ons Semmeke zijn al wakker. En wat heb jij daar? Heb je chippies? Heb je lekkere chippies? Lekker chippies eten. Ik had het nog open liggen. En ja, ik doe toch liever gewoon de dingetjes opmaken die ik al open heb. Dus vandaar dat hij lekker nibbet chippies aan het eten is. Ik ben heel eventjes Temptation Island laatste stukje aan het kijken. Dan zet ik zo lekker Bing op voor Liam, want dat kijkt hij graag. En dan ga ik weer aan de gang hier. Ik ben een hele slechte mama. Shhh. Ik zit zijn mokchips te voeren. En hij zit te lachen. Wat heb jij daar? Wat ben je aan het doen? Wil jij nog een stukje? Het zijn maar hele kleine stukjes. Die stop ik in zijn wangzak. Moet je niet te veel lachen, want dan verslik je je eigen dadelijk, hè jongen? Je doet je lekker kauwen. Oh, wat ik nog eventjes wou zeggen over het hele nest en scheid gebeuren. Als je het niet begrijpt, kijk even naar de vorige vlog. Ik probeer geen verantwoording af te leggen. Dat is niet wat ik doe. Ik heb mezelf gewoon heel erg gefilterd een hele tijd. En ja, daar ben ik nu steeds minder eigenlijk aan het doen. En waarom? Omdat ik gewoon ik ben. En sommige mensen kunnen daar tegen en sommige mensen kunnen daar niet tegen. Het is gewoon zo. Vrienden van mij zeggen ook van Mandy, dat zeggen we allemaal. Inderdaad, klopt. En in mijn omgeving, in mijn eigen omgeving, waar ik mij comfortabel voel, zou ik ook niet zomaar alles gefilterd zeggen. Want dan is het juist ongefilterd en zeg ik gewoon wat ik vind en wat ik denk. Dan weten de mensen die om mij heen staan, weten dat ook gewoon. Ook zelfs de leraressen van Jordi weten dat. Dat ik gewoon zeg wat ik vind en wat ik denk. En je moet het leven niet altijd zo serieus nemen. Ook woorden moet je niet altijd zo serieus nemen. Ik ben wie ik ben. Oh, nog één dingetje. En dan hou ik er helemaal over op. Ga ik ook nooit meer reageren op de mensen die onder mijn vlogs reageren. Van waarom gebruik je dat en dat woord. Mijn vlogs staan geregistreerd als vlogs die niet geschikt zijn voor kinderen. Dus als het goed is, kijken geen kleine kinderen naar mijn vlogs. En als ze dat wel doen, dan is dat via
account van hun ouders. Dus vind ik het toch wel echt de verantwoording van de ouders zelf wat ze op YouTube doen. En als je het hebt over kleine kindjes die in mijn omgeving zitten. Nou, daarvan gebruiken de ouders deze woorden zelf ook. Dus maak ik mij druk omdat kinderen dat overnemen? Nee, niet echt. Nee. Als mijn eigen kinderen dat zeggen, dan zeggen ze dat. We hebben nog even met z'n allen boodschappen gedaan. Yep. Jordi en Liam liggen al op bed. En Sam gaat zo. Ja. En dan gaan papa en mama nog een beetje opruimen en dan ook naar bed. Dus niks meer spannends te melden. Dus gaan we de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.